Gert van den Broek, Mazeik wint tegen de topfavoriet in de groep Izmir met 3-1 voor een jonge ploeg die onder druk staat, want deze wedstrijd moest gewonnen worden. Is dit knap? Heel knap. Die druk wordt vooral hier gecreëerd, want zij ambiëren die eerste plaats. En om die eerste plaats te halen, hebben ze eigenlijk 2 punten verloren in Thessaloniki. Dus moest het vandaag wel gebeuren tegen een topfavoriet Izmir. En dan vind ik niet enkel de overwinning knap, maar ook de manier waarop. Ze hebben gezegd, we gaan zo en zo spelen. En ze hebben dat effectief ook zo gedaan. Eerste set gaat verloren, nipt, 23-25. Ja, wat heeft dan uiteindelijk de doorslag in de andere richting gegeven? Ze zijn beter gaan serveren. We hebben ook verschillende keren gezegd. Ze zijn eigenlijk zeker niet onder, ze liggen zeker niet onder in het spel, Mazeik. Maar ze maken veel opslagfouten. En er was relatief weinig opslagdruk. Het waren makkelijke ballen. Izmir kon vrij uitspelen. Daarna zijn ze toch met hetzelfde type van service blijven uitpakken. Dus jump float. Maar strakker, gerichter. En dan is de libero toch een klein beetje bezweken. En dat gaf mogelijkheden aan Mazeik. En dat vind ik vooral knap. Het deed mij een klein beetje aan Frank van den Broeke denken. Die in Luik-Bastenaken-Luik zegt, we gaan daar aanvallen. Of ik ga daar aanvallen. Vitalijnen zei voor de wedstrijd, we gaan zo spelen. En op die manier hebben ze ook effectief gewonnen. Maar moet ook gezegd, Mazeik moet nog stappen vooruit zetten. Er is nog heel wat te schaven. Receptioneel, verdedigend vooral. Organisatorisch verdedigend. De opposite aanvaller is een fantastische speler, maar maakt daar nog een aantal fouten. Die, mits wat vorderingen in het seizoen, er zullen uitgaan. En dan denk ik dat Mazeik heel gecontroleerd gaat spelen, heel goed gaat spelen. En wie weet komt de droom van Vitalijnen dan wel uit. Ze moeten uiteindelijk nog naar Izmir. Dat wordt uiteraard een moeilijke wedstrijd. Maar ja, Voorts, Thessaloniki hier thuis, Sofia hier thuis, dat zijn haalbare kaarten. Dat zijn haalbare kaarten. Die 2 puntjes die ze verloren zijn in Thessaloniki, die kunnen wel eens in de eindbalans gaan doorwegen.